Goedendag, ik ben Joost van Harten. Ik ben commercieel directeur bij Rabobank Noordoost-Polderwerken. Ik ben Jets Kempenaar, directievoorzitter van Rabobank Noordoost-Polderwerken. Samen met Joost verantwoordelijk voor deze bank en dus ook voor de verbouwing. Wie is de boer? Bedrijfsleider bij W-Verbouw. Wij mochten deze prachtige verbouwing realiseren. Onze bank was echt toe aan een verbouwing. We zijn 17 jaar na de laatste grote verbouwing. En als je kijkt wat er allemaal veranderd is in 17 jaar tijd, dan zie je dat dit pand inmiddels redelijk versleten was. Als lokale Rabobank, die letterlijk midden in de samenleving staat, hebben we natuurlijk heel zorgvuldig getracht te komen tot keuzes als het gaat om architecten, bouwbedrijven, onderaannemers, etc. Snappen ze onze filosofie? We wilden een opener, transparanter, modern pand. We zochten een aannemer die dat begreep en die ook de track record had om het te kunnen uitvoeren. En uiteindelijk zijn we op die manier bij het W-Verbouw terechtgekomen. Wij vonden de filosofie van de Rabobank om zoveel mogelijk met lokale partijen te werken, dat is ook een speerpunt van W-Verbouw. Ik vind het ook heel belangrijk dat jij bij elke bouw, waar je ook bent, dat je zoveel mogelijk werkt met de lokale partijen. Dan krijg je een stukje beleving, meer betrokkenheid van de mensen die hier werken bij het object. En daardoor krijg je ook een goede sfeer en een betere kwaliteit. De uiteindelijke keuze voor W-Verbouw is vooral gemaakt op basis van het totale beeld. En het totale beeld bestond vanzelfsprekend uit een offerte die naar aanleiding van een biedboek wat wij hebben gemaakt uitgebracht is. Die bestond uit een presentatie waarin Wever zijn ideeën, zijn gedachten bij de bouw gaf. En daar speelde ook weer in mee dat het een lokale partij is. Die combinatie van factoren, hoe goed begrijpen we elkaar, in welke mate is er ervaring, in welke mate kunnen wij er vertrouwen in hebben dat het proces gaat zoals we het ons voorspiegelen, dat is doorslaggevend geweest. En de prijs speelt daar ook echt wel een rol in, maar niet als enige. Ons is het belangrijk om een klus op de Rabobank te doen. Het is niet maar zomaar een opdrachtgever. Heel veel mensen komen hier over de vloer. Rabobank is ook wel niet de eerste, de beste opdrachtgever. En ook voor ons naar andere klanten toe kun je aangeven als je voor de Rabobank een project mag realiseren. Daar wordt anders tegenaan gekeken als dat je gewoon maar ergens een woning gaat verbouwen. En ja, het is ook onze huisbank hier, dus ja, het is ook heel belangrijk om daar een mooi project van te maken. We staan hier in het hart van de bank. Dit is de centrale ruimte die we intern inmiddels omgedoopt hebben tot het clubhuis. Dit is waar klanten en collega's samen kunnen komen, overleg kunnen hebben. En wat je hier ook weer heel goed in ziet is de transparantie. Aan de beide kanten achter komt licht binnen. Je ziet medewerkers erachter werken terwijl we klanten op bezoek hebben. Dat is precies waar we voor staan. We willen transparant zijn. En deze ruimte is daar een prachtig voorbeeld van. Ik sta hier nu nog in het licht van een bouwlamp, maar over 2 weken kunnen onze medewerkers hier elke middag een hele gezonde en vers bereide lunch verkrijgen. Dat vinden we heel belangrijk, want vitale medewerkers, daar staat en valt ook die gezonde bank die wij voor ogen hebben mee. Met hetzelfde gemak kunnen we hier 's avonds deze ruimte omtoveren tot een soort bar, waar we klanten die een seminar volgen hier vlak naast in ons werkcafé een biertje kunnen serveren en op prettige manier ook nog even kunnen napraten over datgene wat we die avond met elkaar hebben beleefd. Dit is de ruimte waarin de toekomst klanten komen binnenlopen, medewerkers hen ontvangen, medewerkers zullen zitten te werken, klanten even kunnen internetbankieren onder het genot van een kopje koffie en vragen kunnen stellen. Dit wordt een ontmoetingsruimte binnen Emmeloord, binnen de Noordoostpolder, als het gaat over je bankaire zaken en alles wat daarmee samenhangt. We staan hier nu nog onder het laatste stukje opengewerkt plafond. Dat was een hele operatie, want tijdens de verbouwing bleek dat er ontzettend veel leidingen, gas, elektriciteit, luchtzuivering, computerbedrading lag boven dat plafond. En daar is ook de meeste werk en tijd en energie in. Maar wel vitaal voor het werkklimaat naar de toekomst toe binnen ons bank. Zo'n plafond, daar waren we echt niet blij mee. Het was ook een hele uitdaging om dan toch nog binnen de planning, die al ontzettend strak was, om dat te realiseren. We hebben hier en daar toch wat compromissen kunnen sluiten met de bank, dat wij daar iets meer tijd voor konden krijgen. Waardoor het er nu uitziet zoals het er nu uitziet en niet dat het snel dichtgemaakt is. We staan hier voor ons waardegebied. Nou, dat heeft wel de nodige zorgen opgeleverd. In de oorspronkelijke aanpak zou het 3 weken gaan duren voordat we dit helemaal gebouwd hadden. We hebben in goed overleg met elkaar die termijn kunnen bekorten naar 8 dagen. Waarom 8 dagen? Het is een werkweek met 2 weekends. Waar we net voor en direct daarna extra mogelijkheden hebben gecreëerd voor de klanten om af te storten en op te nemen. Er waren daarnaast uitwijkmogelijkheden zoals ons kantoor op Urk. Dus klanten hebben we van tevoren kunnen informeren. Maar je wilt zo'n periode zo kort mogelijk houden.
om de klanten maximaal tot dienst te zijn. Nou, dat is gelukt. Een verbouwing als deze is natuurlijk niet iets wat we dagelijks doen. Voor ons is dat best wel spannend. Hoe gaat dat lopen? Hoe loopt het proces? Hoe zijn de contacten? Maar uiteindelijk merk je weer dat ook de bouw, net als bankieren, mensenwerk is. Dat je als mensen met elkaar op tafel moet komen, goed in overleg moet zijn, elkaar het vertrouwen moet geven. Af en toe best wel even dat professionele conflict, zoals wij dat hier noemen, mag hebben. Maar uiteindelijk commit moet geven en zeggen, oké, daar gaan we dus voor en daar mogen we elkaar dus ook op aanspreken. En ik denk in zijn algemeenheid, zowel met de directie van de beide bedrijven als met de uitvoerende, dat dat best heel soepel is verlopen. En dat heeft denk ik mee te maken dat iedereen de wil had en nog steeds heeft om er uiteindelijk iets heel moois van te maken. We staan hier weer in het kantoorgedeelte. Wat opvalt is dat we gekozen hebben voor felle kleuren in de vloerbedekking. En die vloerbedekking symboliseert ook de Noordoostpolder. Je ziet hier voor je het groen van de akkerbouw. Je ziet naast je het geel van het graan. En voor in het gebouw hebben we het blauw, de zee, het IJsselmeer, Urk. Dat alles komt samen met grijze tussenstroken die de verbinding aangeven van wat we allemaal hier in de Noordoostpolder doen. Het is echt een symbolische vloerbedekking voor ons. We hebben in het pand ook maximaal gekeken naar de mogelijkheden om te verduurzamen. En dan verduurzamen eigenlijk op een economische manier. Heeft het ook zin financieel uiteindelijk. En daarom hebben we ondertussen LED-verlichting in de hele benedenverdieping. Hebben we zonnepanelen op het dak geplaatst. Hebben we weer een nieuwe, goed regelbare klimaattechnologie. Maar hebben we ook de vloerbedekking voor bijna volledig hergebruikte materialen. En ook de meubels die we straks gaan gebruiken zijn cradle to cradle en kennen de zogenaamde garantieregeling. Dus als je ze over hebt, kan je ze ook weer terugbrengen naar die fabrikant. Op die manier hebben we maximaal geprobeerd ook de duurzaamheid weer in te voegen in dit nieuwe concept. Als je kijkt naar de afgelopen periode heeft het heel wat kruim gekost om te komen waar we nu staan. Maar wel met heel veel tevredenheid. We hebben veel geleerd met elkaar. We hebben alle vertrouwen in dat dit gaat werken. En we zijn even dankbaar dat ze ons hebben willen ondersteunen in deze enorme verandering die we doorgaan. En dat is niet alleen fysiek, maar we gaan ook op een andere manier werken. En de ondersteuning daarin is tot nu toe uitermate prettig.